We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Nou, Wim Kok dacht dat hij het geregeld had. En dat weet ik dan weer. We hadden redelijk goede bronnen altijd, overal. Hadden we vroeger bij Ajax. Hadden we bij PSV, bij Feyenoord. En in Den Haag hadden we ook goede bronnen. Hmm. En ik weet dat zeer betrouwbare bron dat Wim Kok... Het is geregeld. Vader komt. Ik heb dat helemaal geregeld. En niemand durft er ook tegenin te gaan. Dat zie je ook als wij parlementsleden of regeringsmensen vroegen... Vindt u dat vader Zorigeta in mag komen? Niemand durfde zich er echt over uit te spreken. Nee, niemand durfde. Nee, jullie? Ja, ja, wij, ja. En we dwongen ook iedereen om zich erover uit te spreken. Maar we hadden begrepen dat Wim Kok dacht dit geregeld had. En toen besloten wij om elke avond in ons programma... aan iedere gast die maar een beetje politiek bewust was te vragen... Vindt u dat de vader van Maxima... Maxima ga ik niet veroordelen, is het kind. Die mag je niet beoordelen op de daden van haar vader. Maar mag die vader hier bij het huwelijk aanwezig zijn? Bij het koninklijk huwelijk, officieel onze koning. En mag die vader daar aanwezig zijn? Alles wat wij ook meegemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog. Wat vervolging betekent, wat dictatuur betekent. En je merkte langzaam maar zeker dat er onrust ontstond in Den Haag. Hmm. En toen, plotseling, heeft professor Bout, die wij ook regelmatig gesproken hebben. En die zei ook altijd, ik heb mijn opdracht aan jullie te danken. Toen werd professor Bout opgedragen... Kun jij gaan informeren over de rol van Zorigeta? Nou, dat was niet zo moeilijk. Dus Bout kwam met een vernietigend rapport terug. En toen had Wim Kok geen keus meer. Ja, ja. En hij heeft één keer ook in een regering bijeenkomst gezegd... Wie er nog één keer naar Barend en van Dorp gaat, niemand mag meer wat zeggen. Ik word gek van die mannen. Dat zei Kok. Zoiets schijnt hij gezegd te hebben. Ja, ja, maar dat is interessant. Want in die documentaire dacht ik wat keurig, Kok. Nou, dat is jammer. Helaas is dat eruit gemonteerd. Ik heb ze dat ook nog gezegd. En dat zeg ik ook nog als ik in een of andere talk zeg. Hij heeft niet zo'n helder rol gespeeld. Hij kon niet anders. Hij had geen keus. En daarna heeft hij wel dat politicus eigen gedaan als hij het gedaan heeft. Ja, ja, dus hij wilde eigenlijk eerst een doofpotconstructie. Ja, hij wilde een doofpotconstructie. 100%. De NOS was in Nederland de eerste die de berichtgeving deed over het Anne Frank Fonds. Ja. Of over de cold case. Oh, de cold case van Pieter van Twisk. Ja. Nou. En Baijens. Ja, Dirk Baijens. Thijs Baijens. Thijs Baijens, ja. Ja. Is dat familie trouwens van Dirk? Die is die andere documentairemaker. Maar wat ik zo opmerkelijk vond aan de NOS-berichtgeving... was twee dingen. Normaal publiceert de NOS nooit namen bij artikelen. En voor het eerst stonden twee namen bij. Een tweede punt. Ze zetten als kop Joodse notaris. Ja. Maar niet als citaat. Dus er stonden geen haakjes bij. Nee. Ze brengen het als feit. Ja. Dus ik denk, Jezus, want dit is wel heftig. Ja. En het leest toch heftig. Ja, zeker. Toen zag ik bij Op1 zat Pieter van Twisk. Tegenover hem zat toen die man van de Leopold Stichting van Anne Frank. Ja. En Ronit Palasch, die was wat feller. En die man, ja, ik weet niet, dat voelde al gelijk niet goed. Dat je denkt van ja, hoe kan dat nou? Dat grote Anne Frank Fonds, wat werkelijk waar 70 jaar lang alles heeft onderzocht. Hoe kunnen zij dat dan wel? En er zat een advocaat bij die toch wel heel scherp was van ja, 85%. Ja, je moet toch met 100% zekerheid zoiets groots stellen. Maar ik vind de rol van de NOS zo verdacht. Ik vind het zo raar dat de NOS in Nederland, het Nederlandse NOS, iets brengt als feit terwijl het een citaat is. En pas afgelopen weekend heeft dan een adjunct en een vrouw gereageerd. Ja, in dat NRC-stuk geloof ik. Ja, 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 ja. Is het een soort bijna vreugdevuur dat de NOS dacht, oh, zie je wel? Ja, ik heb het gek is dat ik mij, of het wel of niet een Joodse, heeft mij niet zoveel geïnteresseerd. Ik denk zo niet. Mm-hmm. Natuurlijk kan het ook een Joodse man zeggen. Zeker, kan ook. Een niet-Joodse man. Nee. Dus ik heb me daar iets minder druk over gemaakt dan heel veel Joden om me heen. Die zich daar ontzettend gekwetst door voelen. Het feit überhaupt dat je iemand beschuldigt van verraad terwijl je geen bewijs hebt. Dat vind ik zo schandelijk. Ja. En dat is wel gebleken. Ik heb woensdag een column in het NIW. Waar de heren ook niet blij mee zullen zijn. Ik heb ook nog wat ontdekt over de twee heren. Over de twee onderzoekers. Wat heb je ontdekt? Je weet dat er in de voetballerij wel het een en ander gebeurt. Maar... Ja, juist Mark Overmars, die dan appjes stuurt naar medewerkers, of wat is het? Ja, maar ik vind het echt een raar verhaal. Heel raar, nou ja, nee, het is geen raar verhaal. Het is dus gebeurd, maar het is een verhaal wat
je niet verwacht. Of wat je nee, maar, vragen zet. Eerst, we laten even beginnen met het fragment. Ik heb een fragmentje van Marjan Olvers. Ja. Die vanochtend op de NPO of op Radio 1 ging ze opeens hier wat over zeggen. Ja, dat is iets waar we de laatste tijd natuurlijk heel veel over horen. Je kunt vertrouwenspersonen aanstellen. Maar uiteindelijk gaat het erover, heb je de cultuur binnen je bedrijf waarin dingen bespreekbaar zijn? Absoluut, het gaat erom, is er een cultuur, is het bespreekbaar? En ik weet dat in deze zaak al NRC-journalisten ook wat langer bezig waren om deze zaken rond te krijgen. Dus wat je ziet is waarschijnlijk dat dit toch al een tijdje speelde. U heeft dus aanwijzingen dat het niet van de laatste tijd is dat ze die melding hadden? Nou, ik weet in ieder geval wat de feiten zijn volgens mij is dat NRC-journalisten al een tijdje op deze zaak zitten. Hoe lang, dat weet ik niet. Dat zou u aan hen moeten vragen. Maar ik weet wel dat, ik verwacht eigenlijk wel dat er geroerd is hierin, in deze zaak. En dat Ajax heeft gekozen voor de vlucht naar voren. Nou, precies. Dat zou je dan bijna gaan denken. Ja, dat zou kunnen. Dus dat zou daar gevraagd moeten worden. Maar in ieder geval zijn wat mij betreft de feiten dat er bij NRC-journalisten al het een en ander bekend was. Ja, als je hier naar luistert, wat zij zegt. Hè, zij is natuurlijk ook niet heel gezellig weggegaan bij Ajax. Nee. De reactie van Overmars. Als je dat leest, want op een gegeven moment komen al die appjes naar buiten. Dat kan niet anders, dat gaat een keer gebeuren. Maar je ziet eigenlijk in de reactie van Overmars, oh, ik had het me niet gerealiseerd dat dit grensoverschrijdend was. En ik schaam me nu kapot, dus ik moet nu wegwezen. Daarnaast, Ajax beursgenoteerd bedrijf. Nou, die Deen Meijer, het is natuurlijk van BlackRock, die denkt ook, ja, dit is allemaal kapitaalvernietiging. Is het wel zo heftig? Gewoon, dit is puur vanuit de speculatie, hè, wat ik nu zeg. Wat hij heeft verstuurd. Ja. En dan die NRC-journalisten die dan blijkbaar vanuit binnen, vanuit Ajax, een soort dossiertje hebben toegespeeld. Ja, nu ga je over... Het is pure speculatie. Ik ken de inhoud niet, maar nee. Het zal wel zodanig heftig zijn dat ook Mark Overmars zegt, dit kon niet. Nou, ik heb zelf twee dochters. Ik kom uit een totaal matriarchaal systeem. Ik bedoel, ik was alleen met mijn moeder. Vervolgens heb ik heel jong mijn vrouw leren kennen. Allebei vaderloos en twee dochters. En die heb ik altijd opgevoed met iets. Zelfstandig eigen keuzes maken. Je nooit iets laten aanleunen. En ja, en er zijn natuurlijk heel veel vrouwen en meisjes die in verwarring raken van misschien vervelende appjes. Maar ja, je moet rekening houden. A, is Ajax natuurlijk een bedrijf waar heel weinig vrouwen aanvankelijk rondliepen. Het is een echt mannenbedrijf. Het is voetbalclub. Echt een mannenbedrijf. Voetbalclub is een mannenbedrijf. Ze hebben gelukkig die vrouwenafdeling. Ja. Waar Cruijff ook een grote rol in gespeeld heeft om die te laten ontstaan. Nu is er die vrouwenafdeling. Ze lopen vrouwen rond. Er zijn ook nu vrouwen in de directie. Er zijn vrouwen fysiotherapeut. Maar het was tot, wij spreken 20 jaar geleden, was het een volledig mannenbolwerk voetbal. Zoals alles een mannenbolwerk was, wij spreken. En die voetbalrij staat nog achteraan in de emancipatierij, vrees ik. Nee, ik denk als de voetballerijen, ik bedoel, als je het hebt over twee beerputten die nog zeg maar open moeten, dan is dat volgens mij de voetballerij. Ja, maar ik weet niet of voetballerij een beerput is, want ik denk ook dat dat die vrouwen bij Ajax het ontzettend leuk hebben. Ja, die hebben het ook. En die worden ontzettend gewaardeerd. En Daphne Koster, ze hebben een fantastische directeur bij de vrouwen. Een super vrouw. En ik denk dat je Daphne ook niet moet benaderen met, lieve schat, wat doe je vanavond? En dat je een klap voor je kop krijgt, dat je echt 4 weken het ziekenhuis in moet. Maar denk je dat het niveau is geweest? Dat, lieve schat, wat zie je er leuk uit? Of ja, wat had je ik een weet, leuk pakje? Het zal, nee, maar gewoon, je hoeft ook niet soms iets te weten. Ik bedoel, je hebt een beetje ervaring. Het zullen zodanige appjes zijn geweest. Maar dat vind ik helemaal slimme man, die gaat toch niet via de sms. Het zou toch niet het niveau zijn geweest van Rietbergen Ali B? Nou ja, dat vrees ik dus. Ja, ik weet het niet, maar ik denk het wel, ja. Na een uur dat we het voorgerecht hadden gehad en wat toespraken hadden gehad, zei ik tegen Bert, ik denk dat nu het tijd daar is. Dus ik klop me op zijn schouder. Ik zeg, dag meneer Videla in het Spaans. Wordt het notje, señor Videla. Soy de Holanda. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk. Nou, allereerst gefeliciteerd met de wereldtitel. Oh, dank u wel. En ik zeg maar dan even iets anders. Maar even ook voor de duiding. Ja? Hoe zag hij eruit? Was het een lange man? Hij was in burgerkleding. Ja.
kleine wand, zwart haar. Ja, volgens mij een snor. Ja, bedoel, ik herkende hem meteen. Ja, ja. Een beetje dunnig ook? Ja, dunnige man. Geen grote... Nee, bedoel, als je hem s'avonds zou tegenkomen, zou je niet bang voor hem. En gaf je hem een hand? Dat denk ik niet, want ik had mijn bandrecorder in mijn handen. Ja, ja. Dus ik klopte hem op zijn schouder en toen keek hij zo om. Ja. Zo van... Oh, en je keek hem zo aan in de ogen? Ja, ja. Toen ben ik zo over hem heen gegaan. Ik zei, god, ik kom uit Nederland. Mag ik u wat vragen? Ja, natuurlijk mag ik wat vragen. Ik zei, nou, gefeliciteerd. Mm-hmm. Altijd moet je eerst even iemand slijmen. Ja, ja, natuurlijk. En dank u wel. Toen zei ik, mag ik u nog een vraag? Ja, natuurlijk. Ik zeg, ik ben op Plaza de Mayo geweest of zoiets. En ik heb dan begrepen dat er wel dichter tot 40.000 mensen van donde staan la gente desperatido, que es pasado con ellos. Ja. Waar hebt u het over? Ik zeg, nou, ik heb het over die verdwenen mensen. Wilt u de hele podcast beluisteren? Ga dan naar dekapiteindelijn.nl en word kapitein. En dan zeggen we tegen u, molto bon dia, capitao. Ik dank u voor het luisteren en hopelijk wordt u ook lid van onze beweging, de Kapiteinenlijn. Tot snel.